Yes, eerstens is baie bly die gras is groen. Dit is een positief voor ons. Baie nieuwe gezichten hier by die klap, baie ou gezichten. Ek denk ons is meer dankbaar voor die nieuwe gezichten, want ons het geweer die ou gezichten sal terugkom. Maar baie bly om terug te wees. Ja, kyk, was een great jaar geweest vir Unimal last jaar. Semifinals te gespeeld was een groot jaar, maar dit is voorbij. Het is een nieuwe seizoen, nieuwe jaar. So van hier af net beter voor en toe. Ja, misschien. So ver net coach, maar ons sal maar sien hoe die seizoen gaan uitdraai. Maar mense is maar altijd maar lus om te speel, so ons sal maar sien. Ja, kyk, in die begin van die seizoen is het maar so by elke klap. Nee, daar is baie nieuwe gezichten. So die ouwens voel maar die klap so uit en dan as die seizoen begin met hulle klap kies. So ons probeer dit nou maar so lekker as moeilik maak vir allemaal hier. En familie vibe te skep vir die mense. Ja, kyk, laatst jaar was een bykie die mekaar spon nee, met die water. So hopelik hierdie jaar gaan ons op tyd begin en ek denk al die klaps sien uit na een lekker rugby seizoen met voorlê. Kijk, al word ons altijd doelwitte gestel voor die seizoen begin. Laas jaar was top 8 in die begin van die jaar, toe eindig ons vierde. Ek denk ons sal hierdie jaar eerst ons wil weer vierde of top 4 eindig, so definitief ja, top 6 verseker.